Dames en heren, hallo allemaal en welkom bij deze bijzondere bijeenkomst van het taalakkoord NHN. De eerste bijeenkomst die volgens mij online plaatsvindt. En wat fijn dat u erbij bent. Dat betekent dat u, net als ik, betrokken bent bij laaggeletterdheid. En eigenlijk hadden we elkaar in levende lijven kunnen ontmoeten. En dat was volgens mij bij een bijeenkomst die dit voorjaar zou plaatsvinden op 6 april. Maar helaas, we weten het allemaal, toen gooide het vreselijke coronavirus roet in het eten. Maar goed, ik ben blij dat deze bijeenkomst door de digitale mogelijkheden toch plaats kan vinden. Ik vind het, en dat meen ik serieus, ongelooflijk belangrijk dat er aandacht is voor laaggeletterdheid. Het is een verborgen probleem in onze maatschappij. En ik wil dat het een gewoon gespreksonderwerp gaat worden. Dat iedereen lid lezen, lid schrijven en digitale vaardigheden beheerst. En daarom ben ik dan ook ambassadeur geworden van Stichting Lezen en Schrijven. Nou, nu met het coronavirus en de coronacrisis is het nog belangrijker dat er aandacht is voor de 2,5 miljoen laaggeletterde dieren nog steeds in Nederland zijn. En dat zijn dan niet alleen vluchtelingen, dat denken mensen dan vaak, of buitenlandse mensen, maar juist ook mensen met Nederlands als moedertaal. En juist nu, in deze tijd, dreigt het risico dat door de coronacrisis de achterstand alleen maar toeneemt van laaggeletterden. En ook voor de meer dan 700.000 werkenden die moeite hebben met lezen, schrijven en communiceren. En het is voor medewerkers lastig om zich verder te ontwikkelen als zij de taal niet goed beheersen. Nou, en door meer aandacht te besteden aan taal op de werkvloer, neemt bijvoorbeeld het ziekteverzuim af. Werken medewerkers veiliger? Worden er minder fouten gemaakt? En gaan de productiviteit en de kwaliteit omhoog? Als u als werkgever kunt u zeg maar bijdragen aan de taalvaardigheid van de medewerkers. Nou, en onder andere door het aansluiten bij het taalakkoord NHN helpt u hierbij. Laten wij nou voor zorgen met z'n allen dat iedereen in de toekomst gewoon in Nederland kan lezen en kan schrijven. Nou, we gaan elkaar vast en zeker op een later tijdstip ontmoeten. Maar ik wil voor nu iedereen hartelijk danken voor uw betrokkenheid en aandacht voor laaggeletterdheid. Heel veel plezier en dan geef ik nu het woord aan Anne Hoek.